Ik ben Lorijn, ik ben student communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit en ik wil later documentairemaakster worden. Ik heb de afgelopen maanden of misschien wel het afgelopen jaar gemerkt dat ideeën achter het basisinkomen steeds populairder worden. Een idee van een basisinkomen is heel groot en best wel extreem. Iedereen dat geld geven. En naar mijn mening moeten we het misschien iets genuanceerder aanpakken. Dat je echt kijkt naar het doel van wat wil je met een basisinkomen bereiken. Nou ja, eigenlijk dus mensen die te weinig geld hebben wat op een hoger standaard zetten. En ik denk dat je dan daarnaar moet kijken. En misschien iets met minder geld en meer kijkt van nou, aan wie geef je het. Verschillende landen gaan ermee experimenteren. Zwitserland heeft volgens mij een referendum. Finland wil het gaan instarten. En ook in Nederland zijn er regio's die ermee experimenteren. En ook in Nijmegen staat een experiment op de planning. Dus ik dacht van, nou, daar wil ik wel wat meer over weten. Een basisinkomen, hè, dat iedereen dus gratis geld krijgt van de overheid, klinkt natuurlijk heel mooi. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Dus ik dacht, wat zijn dan gevolgen, misschien onbedoelde gevolgen, die we voor nu nog niet voor ogen hebben, maar die wel in acht moeten genomen worden. Ik heb Lisa Westerveld geïnterviewd, fractielid van GroenLinks in Nijmegen, die dus bezig is met dat plan op te stellen voor het experiment. Ik heb een socioloog van de universiteit geïnterviewd om te vragen van, nou ja, wat doet dat met mensen als zij zomaar geld krijgen? Wat voor gevolgen heeft dat? Ik heb een econoom geïnterviewd om te kijken naar de economische gevolgen, of het überhaupt wel mogelijk is met al dat geld zomaar uit te delen. En tot slot heb ik ook iemand geïnterviewd die meer kijkt naar de toekomst van werk en duurzaam werk. En zij kijkt ook van, nou ja, zij ziet ook het probleem van, nou ja, als straks robots en machines onze banen overnemen en zijn geen banen meer, hoe krijgen bepaalde mensen dan nog een inkomen? Dus zij is daar ook mee bezig. Nou, wat ik zelf heb gezien is dat iemand in de documentaire die zegt ook van, nou ja, als je iedereen gratis geld geeft, dan kan het natuurlijk zijn dat mensen denken, nou ja, goed, ik ga ook wat vaker in de tuin werken, ik ga andere dingen doen, parttime werken. Maar als iedereen in Nederland dat doet, krijg je ook weer minder belastingsgeld binnen. Dus dan is zo'n heel basisinkomen helemaal niet te betalen. Dus dan, toen dacht ik wel van, oh ja, daar moet ook over nagedacht worden. Hoe heet die documentaire? Het basisinkomen.